welkom allemaal, want dat is mijn baantje vandaag. Om jullie welkom te heten op deze bijzondere dag namens de Speeltuinbende. De allereerste grote samenspeeldag. Samen spelen is gewoon heel erg belangrijk, omdat eigenlijk op zo'n moment handicaps ook wegvallen. Ik bedoel, iedereen heeft wel iets, hè, laten we wel wezen. En soms is het een beperking waar je echt even moeite mee hebt om in de praktijk dingen te doen. Soms zit het op andere terreinen, maar als je samen gaat spelen valt dat gewoon weg. En dat is het mooie van spelen. Hoppa! We zijn nu op de grote samenspeeldag en het doel van de grote samenspeeldag is dat kinderen zonder beperking en met beperking meer samen gaan spelen. Er zijn zoveel leuke activiteiten, je kan zoveel doen wat je wilt, je kan nieuwe dingen leren, je kan vrienden maken. Ik ben Pauline. Mag ik jullie even een vraag stellen? Hoe vinden jullie tot nu toe van vandaag, gewoon van de grote samenspeeldag? Superleuk. Ja, ik vind het heel leuk dat het georganiseerd is. Ik vond het heel leuk. Ja, en we hebben heel veel mooie dingen geleerd. Hoppa, nog één. Was het boogschieten erg moeilijk? Sommige dingen waren wel makkelijker dan anders. Zoals die twee zijn wel makkelijker dan dit. Ik heb zelf DCD en daardoor vind ik sommige dingen moeilijker dan andere kinderen. Hey Hussein, wat vond jij van de breakdance workshop? Ik vond het super leuk en het is ook best wel heel leerzaam, want je leert allemaal nieuwe skills. En daar leer je ook van en daar geniet je ook best wel van. En we zien vooral wat er allemaal mogelijk is voor onze dochter, die zit in een rolstoel. Dat maakt het eigenlijk allemaal helemaal af. Wat ik echt fantastisch vind, is dat allemaal verschillende jongeren hier met elkaar kunnen samenspelen. Of je nou in een rolstoel zit, of je nou met loopplekje loopt, of dat je wandelt, het maakt niet uit. Echt iedereen kon meedoen. Leukste aan deze dag? Ik weet het niet. Alles gewoon!